Hey allemaal en welkom bij een nieuwe tutorial van Teddy B. In de afgelopen weken zijn er een behoorlijk aantal updates geweest in Design Space. Een aantal updates waren gewoon om wat kleine glitches op de achtergrond te verhelpen of juist te verbeteren. Maar een aantal daarvan die hebben ook absoluut een zichtbare verandering opgeleverd. En die laat ik je vandaag graag zien. We gaan eens even kijken in de software om te zien wat er nou precies anders is. Nou, als we aangekomen zijn in Design Space, dan zien we eigenlijk al meteen dat er hier iets gewijzigd is op deze homepagina. Bovenaan zie je hier namelijk nou die aanbevolen afbeeldingen staan. Super handig, want dit zijn dus afbeeldingen die heel vaak voorbij komen bij andere gebruikers. Of die nieuw zijn of van toepassing zijn op het huidige seizoen of de aankomende feestdagen. En hierdoor kun jij natuurlijk leuke inspiratie heel snel vinden. Maar voordat ik nou al die wijzigingen op deze manier op ga zoeken, ga ik jullie vertellen dat als je via het menu, die drie streepjes, gaat naar wat is er nieuw, dan kom je in deze lijst. En hier staan alle updates weergegeven en wat ze precies inhouden. Nou, de laatste tutorial van de updates heb ik jullie laten zien hoe je de achtergrond kon verwijderen. Dat was update 6.15. Nou, wat er nu dus ook gebeurd is, dat was ook in diezelfde update, maar volgens mij heb ik het toen niet besproken, waren die aanbevolen afbeeldingen op de homepagina. Nou, die liet ik je net zien. Daarmee kun je dus inderdaad geïnspireerd raken met een regelmatig vernieuwde selectie van nieuwe en interessante afbeeldingen uit de Cricut-bibliotheek. Nu bovenaan jouw startscherm. Om maar één aan je canvas toe te voegen, plaats je de muisaanwijzer op de afbeelding en klik je op de knop. Dat gaan we eens even testen. Dus als ik even dit sluit, hebben we hier die aanbevolen afbeeldingen. Ik selecteer deze en dan staat hier toevoegen aan canvas. En als ik daarop klik, dan doet hij dat en hij opent meteen mijn canvas. Hey, wat goed. Nou, hij denkt er even over na, want mijn internetverbinding is wat slomer vandaag. Maar kijk, hij staat hier keurig. Dus dat is een hele makkelijke manier om snel dingen te zien, toe te voegen en dan weer lekker verder te gaan. Nou, ga ik weer terug naar het homescreen. Want hier stonden we. Ja, kijk, daar zijn we. En dan ga ik hier weer naar wat is er nieuw? Nou, waar zaten we? 6.15. Dezelfde functie, nieuwe functionaliteit. Nu kunt u afbeeldingen opslaan om ze later te bekijken. Klik gewoon op het bladwijzer of vlagpictogram in de tegel rechtsonder. Je kunt je gemarkeerde favorieten gemakkelijk vinden of zelfs filteren wanneer je ze nodig hebt. Ook kun je je niet opgeslagen canvas herstellen. Als Design Space nu onverwacht stopt en je bent vergeten om je project op te slaan, staan wij voor je klaar. Alle objecten op je canvas worden herstart of hersteld zodra je de app opnieuw opent. En hij onthoudt de venstergrootte. Als u uw ontwerpruimte net zo leuk vindt, zult u dol zijn op deze kleine maar mooie app-update. Design Space wordt nu geopend in dezelfde grootte als uw vorige sessie. Genieten! Nou, wat betekenen die drie? Als eerste, dat vlaggetje. Op het moment dat we ergens staan, je ziet hier projecten, die kun je een hartje geven dat ze favoriet zijn. En ook hier allemaal leuke projecten. Dan staat hier nu dit vlagteken. En op het moment dat ik met mijn muis daarboven sta, dan zie je ook meteen de functie opslaan zichtbaar worden. Dus als ik die nu aanvink, kijk, dan zegt hij hier project toegevoegd aan opgeslagen in de projectcategorie keuzemenu. Dus nou, dat heb ik bij deze gedaan, dat doe ik ook bij die. En als ik dan nu naar boven ga om een nieuw project te gaan maken, nou, dan ga ik mijn vorige project even vervangen, want daar stond die kerstster natuurlijk nog. En als ik dan nu naar projecten ga, dan kan ik hier in mijn keuzemenu, bij alle categorieën, kan ik hier nu naar opgeslagen. En als ik daarop klik, dan zie ik alle projecten die ik aan heb gevinkt met dit mooie vlaggetje. Nou, je ziet het, dat zijn er een hele hoop. Misschien herkennen jullie zelfs een aantal van deze projecten die we op de CreaDo hebben gemaakt. Maar op die manier heb je dus een hele makkelijke selectie. En op het moment dat ik hem dan weer uitvink, dan staat hij nu uit en dan de volgende keer dat ik terug ga naar dit menu, dus ga ik even terug naar alle categorieën en dan nu weer terug naar opgeslagen. Kijk, dan is die eruit, want nu staat er iets anders voor in plaats. Dus dit is een hele makkelijke manier, dit hele mooie vlaggetje, deze bookmark zoals ze dat zo mooi noemen,
om dingen te markeren en later snel terug te kunnen vinden. Dus als jij door Design Space heen aan het bladeren bent op zoek naar iets, in de tussentijd zie je iets anders leuks wat je nu leuk vindt, maar waar je nu niet de tijd voor hebt om het te gaan maken, even gewoon een boekmarkje en de volgende keer als je denkt, nou wat zal ik vandaag eens gaan doen, ga je lekker naar deze categorie opgeslagen en dan vind je die terug. Nou, de andere wijziging was, op het moment dat Design Space nu bij mij beeldvullend staat, als ik Design Space nu sluit en ik zou hem opnieuw openen, wordt hij dus ook weer beeldvullend geopend. Als jij Design Space normaal kleiner hebt staan en je sluit hem, wordt hij daarna ook weer kleiner geopend. Hij onthoudt dus die setting, dus dat is ook super fijn. En de laatste van die wijzigingen was dat op het moment dat Design Space nu per ongeluk vastloopt en hij sluit zichzelf af, als jij hem dan opnieuw opstart, dan heeft hij, als het goed is, jouw informatie gewoon behouden. Dus het project waar je op dat moment mee bezig was, is dan niet verloren gegaan. Want hoe vervelend is dat, hè? Als je ergens lang aan gewerkt hebt, je computer loopt vast en dan ben je het opeens allemaal kwijt. Nou, dat zou nu dus niet meer moeten gebeuren. Uiteraard blijft altijd mijn advies, sla je werk tussentijds op, zodat je het echt niet kwijt kunt raken. Maar goed, deze feature gaat je daar dus wel een beetje bij helpen. Nou, als we dan nog eens een keer teruggaan naar wat is er nieuw, want er was nog meer in de volgende update. Want alle dingen van update 6.15 hebben we nu dus besproken. In 6.16 hebben we snellere Design Space upgrades. De nieuwste Design Space updates worden nu automatisch achter de schermen gedownload. Klik om te installeren zodra je de melding ontvangt. Je hoeft niet langer te wachten om te downloaden. Nou, dat is natuurlijk super fijn. Op het moment dat hij nu een update ziet, gaat hij dus automatisch het zelf al downloaden. En je hoeft alleen maar te installeren. Hoef je daar inderdaad dus niet meer op te wachten dat hij het eerst weer naar binnen moet halen. Je kunt nu eigenlijk dus vrij snel door. Heel makkelijk. Dat is wel een update natuurlijk waar wij als gebruiker zijn en niet heel veel voordeel of nadeel van bemerken. Maar wel iets wat je net even wat tijd gaat besparen en het gaat het allemaal even wat makkelijker maken. Dus die zijn er ook, die updates. Dan hebben we update 6.17, de bestemmingspagina's. Laat je inspireren door nieuwe themapagina's in Design Space. Met zorg samengesteld met afbeeldingen en projecten om je te helpen iets unieks en verbazendwekkends te maken. Om onze eerste drie pagina's te bekijken, voor beginners, vakantieideeën en alles over labels, start je op de startpagina en ga je naar de zoekbalk. Nou, laten we dat eens eventjes gaan doen. Nou, en als we dan hier op Home staan en je scrolt naar beneden, en dan zien we hier de geweldige Cricut Maker 3 projecten voor beginners. Nou, afhankelijk van het soort machine wat jij hier geselecteerd hebt, bepaalt hij dus welke beginnersprojecten er voor jou klaarstaan. In dit geval zijn dat dus deze selectie met projecten. Hier kun je naar rechts scrollen en je kunt hier uiteraard naar alles bekijken en laat hij ze allemaal staan. Of wat dacht je van wees creatief deze vakantie? Allemaal hele mooie kerstprojecten. En waarschijnlijk misschien nog wel wat Thanksgiving projecten. Nee, die zijn er denk ik al tussenuit. Ja, kijk, allemaal mooie kerstprojecten. Nou, hier kun je natuurlijk of deze gaan maken of gewoon jezelf laten inspireren hierdoor. Dus ook dat is dus weer een leuke update. Wat meer balken hier dus tussen van die inspiratiebalken. Waar jij heel makkelijk leuke projecten kunt vinden van jezelf. Nou, dan gaan we eens terug naar wat is er nieuw. Universele zoekopdracht. Nu kun je alles vinden wat je zoekt. De perfecte afbeelding, dat project of zelfs het profiel van een specifiek lid. Met één eenvoudige zoekopdracht. Gebruik vanuit Design Space Home de zoekbalk bovenaan de pagina. Ja, dit is wat mij betreft toch echt wel een van de betere updates die er zijn. Je ziet hier namelijk bovenaan je homepagina nu één zoekbalk staan. Normaal gesproken, als je dingen wil zoeken, dus als jij een afbeelding wil zoeken, moet je die afbeelding ook in de map afbeelding gaan zoeken. Wil jij een project zoeken, moet je in de map projecten gaan zoeken. Wil jij in de community een member zoeken, dan moet je naar de community toe. Nu kan ik hier gewoon zoeken. Ik kan hier een tekst ingeven, bijvoorbeeld ster voor kerstmis. En dan laat hij niet alleen afbeeldingen zien, maar hij laat mij alle afbeeldingen zien met die zoekterm. Hij laat mijn eigen projecten zien met die zoekterm. Nou ja, ik heb dus nog geen eigen projecten met het woord ster daarin. Hij laat me alle Cricut projecten zien. Hij laat me alle community projecten zien. En hij laat me ook alle leden zien die te maken hebben met het woord ster. Dat is grappig, toch? Hé, maar op deze manier kunnen we dus ook heel makkelijk leden vinden. Laten we eens even kijken of dat we...
Teddy B kunnen vinden. Kijk, Teddy B. Dit zijn allemaal afbeeldingen die te maken hebben met het woord Teddy B. Nou ja, logischerwijs zijn dat allemaal teddybeertjes. Hier mijn eigen projectjes. Cricket projecten met de letter B. Dat is ook wel grappig. Hier allemaal community projecten daarmee. En hier, kijk eens even, wie staat hier? Mevrouw Teddy B. Dat ben ik. Nou, super grappig. Zo kom je dus heel makkelijk bij afbeeldingen, projecten en ook bij leden. Dus op die manier kun je inderdaad heel makkelijk door heel Design Space heen zoeken. Dit is wat mij betreft inderdaad echt een goede toevoeging. We gaan weer naar wat is er nieuw? Dan hebben we ook nog meer vormen. Maak meer in minder tijd met ons paneel met uitgebreide vormen. Gebruik met slechts één klik de gratis vormen of bekijk de steeds groeiende Cricut Access collectie waarmee je van alles kunt maken, van elegante cadeaulabels tot banners met schulprandjes. Nou, dit is wat mij betreft echt de top-update in deze update-serie, naast dat zoekgedeelte. Ik ga even naar Canvas en dan hebben we hier het Canvas en dan gaan we hier links naar vormen. In het verleden waren er niet zo heel veel vormen beschikbaar, een stuk of 10 ongeveer. Maar als ik er nu op klik, dan zie je dat er een hele grote collectie in zit. De vormen die we al hadden, die gratis waren, zijn uitgebreid. Dat zijn deze bovenste vormen geworden. Dus we hebben nog steeds dat sterretje en het hartje en een driehoekje, etc. Maar we hebben ook nu een plusje, een is-teken, een cirkel hadden we al. Oh, hij gaat even nadenken. Oh ja, ik klikte erop, sorry. Zo, even terug. En allemaal aangepast. En dan zie je dus ook dat je nu een vierkant hebt met afgeronde randjes. En ook een rechthoek met afgeronde randjes. Nou, dat is absoluut heel fijn, want dan kun je daar hele mooie kaartjes mee maken. En op het moment dat jij nu een Access abonnee bent, dan zie je hieronder nog eens een keer een hele grote collectie met meer vormen. Geschulpte randjes, diamantjes, labeltjes kant en klaar, maantjes, nou helemaal top. En hier kun je zelfs meer zoeken en dan kom je dus in de afbeeldingen terecht. Maar op het moment dat je dus naar je canvas gaat en naar vormen, dan zie je dus deze collectie. Als jij geen Access member bent, dan zie je ze wel staan, maar op het moment dat je ze wil gebruiken, moet je ervoor betalen. Maar ik zou je zeker dat abonnement willen adviseren. Maar ook al ben jij geen Access member, dan heb jij dus ook hier meer gratis vormen gekregen waarmee je hele mooie dingen kunt gaan bouwen. Dus hiermee kun je heel goed aan de slag gaan. Dat waren de nodige updates. Er zijn wel 3 of 4 updates geweest in de tussentijd en zoals je al liet zien, de ene is van groot belang, de andere net iets kleiner, maar ze zijn wel allemaal fijn om erbij te hebben. Heb jij hier nou nog vragen over? Laat het me dan vooral weten. Zet je vraag hieronder in de comments en ik help je zo snel mogelijk. Dankjewel voor het kijken en ik zie je graag de volgende keer weer. Tot dan!